Zo, ik ben hier samen met Vincent Barink, vicevoorzitter van de stichting Barefoot Bewegen. En Vincent die weet alles over de barefoot lifestyle. En dat sluit helemaal aan bij Paleo. Hij gaat daarover ook een leuke workshop geven tijdens het Paleo event. En hij gaat er nu alvast wat meer over vertellen. Dus, hoi Vincent. Hoi Marinka. Hoi. Hey, zou jij iets meer over jezelf willen vertellen? Van wat doe je in het dagelijks leven? Hoe ziet dat eruit? Het dagelijks leven? Nou, ik ben van oorsprong ICT'er. Dus ik werk al 20 jaar in de softwareontwikkeling en daar heb ik een bedrijfje in opgebouwd. En dat is in de loop der jaren wat gegroeid en daar ben ik eigenlijk bijna een jaar geleden mee gestopt. Ja. Omdat ik andere interesses had ontwikkeld, waarvan een hele belangrijke voeding en lifestyle, gezond bewegen. En bovendien was ik wel een klein beetje klaar met de dingen die ik deed, dus ik wilde het anders gaan doen. Ja. Ja, nu ben ik bezig met plannen om een winkel te openen. Oh, spannend. En ik ben al sinds 2009 ben ik bezig met het lopen op blote voeten. Mm-hmm. Dus dat is ook alweer bijna, het is alweer 8 jaar. Hè? Ja. Ik loop heel veel hard op blote voeten, heel veel in de natuur, ook heel veel op de weg gelopen. En ik heb dat toen in de tijd voor een heel groot deel zelf moeten ontdekken hoe dat allemaal werkt en wat wel en niet werkt. Mm-hmm. En ik heb mij eigenlijk best wel lang een soort dorpsgek gevoeld hier die op de voeten loopt. En nu zie je dat het echt in ontwikkeling is. Het is eigenlijk toen vanaf 2009 was het een klein beetje een hype overgewaaid uit Amerika. Yeah. Je kent misschien wel het boek Born to Run. Dat was toen in 2009 kwam het uit Amerika. En die hype is daarna ook weer een beetje ingezakt. In de laatste paar jaar zie je het weer heel sterk opkomen en zijn er steeds meer mensen die of echt op blote voeten of anders op Five Fingers bijvoorbeeld lopen. En het lijkt nu echt een wat meer structurele ontwikkeling te zijn. Waar het toen een beetje hype was, lijkt het nu wat meer structureel te ontwikkelen. Ja. Het zal pas van een kleine markt blijven, maar je ziet natuurlijk nu, het is helemaal de trend om bezig te zijn met voeding en gezondheid en lifestyle. Ja, daar weet je alles van. Ja, En daar past dit heel, heel goed bij. Ja. En dat ben ik dus, dagelijks leven, dat was eigenlijk de vraag. dagelijks leven ben ik helaas niet alleen maar aan het lopen. Maar het is wel iets waar ik dus in het dagelijks leven iets mee ga doen. Ik ga dus een winkel starten in barefootschoenen. En ik hoop dat dat ook een ontmoetingsplek wordt ook voor mensen die bezig zijn met gezond bewegen, met gezond eten. Dus ik wil daar ook wat paleo zaken, paleo producten inbrengen en ook gewoon een plek zijn waar mensen ook voor advies kunnen komen. Ja. En de winkel komt in Arnhem, toch? In Arnhem, ja. Ja. Oké, okay, dus daar kunnen mensen lekker een kopje thee of koffie komen drinken en iets lekker paleo's erbij, zeg maar. En dan misschien een hele hoop schoenen passen natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja, ik merk zelf echt sinds ik op barefoot schoenen loop, ik doe niet zo als jij echt helemaal blootvoet. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar daar ben ik nog niet helemaal aan gewend. Maar ik merk wel dat ik eigenlijk niet meer terug kan, zeg maar, naar gewone schoenen. Want dan merk je pas hoe pijnlijk dat eigenlijk is. Ja. Dat je je voet jarenlang in een soort gipsen mal hebt gestopt. Ja, dag. En waarom denk jij dat het eigenlijk zo, dat steeds meer mensen het gaan ontdekken om op, om op blote voeten of juist speciale schoenen daarvoor te gaan lopen? Het is aan de ene kant is het gewoon een trend om wat terug te gaan naar de natuur, terug te gaan naar de basis. Zeg maar een beetje het oergebeuren. Ja. In plaats van allerlei high-tech innovaties en allerlei middelen die we in de loop der tijd bedacht hebben, gaan we wat meer terug naar de basis. Het is ook heel logisch als je gewoon nadenkt dat we miljoenen jaren, honderdduizenden jaren zonder stevige schoenen en ondersteuning en demping hebben gelopen. Mm-hmm. En waarom zou dat dan nu ineens wel moeten? Het is eigenlijk hetzelfde, in die zin een beetje hetzelfde argument als met brood. Hè? Op het moment dat mensen zeggen van, ja, maar je kunt toch niet zonder brood, want dat is een essentieel voedingsmiddel. Hoezo dan? We hebben honderdduizenden jaren zonder gedaan. Ja. En waarom zouden we dan niet zonder kunnen? Ja.
Dus als je er gewoon een beetje logisch naar kijkt, kan het niet anders dan dat we op die blote voeten gewoon kunnen bewegen, kunnen lopen, kunnen leven. Het enige punt waar je mee blijft zitten is natuurlijk kou. Ja. En hele nare ondergronden die je tegen kunt komen. En daarvoor kun je dan natuurlijk de minimalistische groeisel gebruiken. Of, en het hoeft ook helemaal niet zo te zijn dat we met z'n allen echt op blote voeten gaan lopen, wandelen en rennen. Alleen al omdat je misschien vindt dat er niet mooi uitziet, of omdat je voeten vies worden, of omdat er glas ligt, of hondenpoep, of wat dan ook. Ja. Dus het is prima om op minimalistische schoenen te lopen. Maar het is wel heel logisch om dat te doen, om inderdaad je voeten niet op te sluiten. Ik zeg ook inderdaad ook altijd van, je gaat ook niet hele dagen met je armen in de kip lopen. Maar dan zou je wel in hele stevige, veel te kleine, krappe schoenen gaan lopen met steun. En als je dat inderdaad uitlegt, als je je arm in het gips stopt en daar loop je wekenlang mee rond, dan stap je spieren, je raakt spierkracht en spiervolume gewoon kwijt. En wil je die arm weer gaan gebruiken, dan moet je echt weer gaan trainen, gaan ontwikkelen. Ja. En wil leren hoe je die arm moet gebruiken. En zo is het met je voeten ook. Als je je leven lang in hele starre, stevige schoenen hebt gepropt, dan is het heel goed om ze te gaan ontwikkelen, om of deels op blote voeten of minimalistische schoenen te gaan lopen. En tegelijkertijd ook heel belangrijk om het heel voorzichtig aan, rustig te trainen, veel oefeningen doen. Vooral niet te veel te ver in het begin, want dan dat is net als met die arm. Als je die een paar maanden in het gips hebt gehad en dan ineens heel zwaar gaat belasten, dat gaat ook niet. Nee, de spieren zijn natuurlijk verzwakt. Ja. Juist als je dan ook op barefoot schoenen gaat lopen, dan... Ik was zelf zo'n eigenwijs iemand die meteen maar heel veel ging doen. Dus ik heb enorme spierpijn gehad in mijn kuiten. Ik kon er amper van lopen. Ja. Maar ja, wat zou jij aanraden bijvoorbeeld voor beginners? Mensen die denken van, nou, die schoenen, ik wil dat toch eens proberen. Hoe kun je dan het beste beginnen? Er is een heel groot verschil tussen wandelen en dagelijks leven aan de ene kant en hardlopen aan de andere. Oké, ja. Als je alleen wat in en om het huis gaat bewegen, dan is dat al veel minder dan wanneer je hele dagen op blote voeten of minimalistische schoenen gaat lopen. Mm-hmm. Maar in het algemeen is wandelen heeft een veel minder impact natuurlijk dan rennen. Ja. Dus als je gaat wandelen, kun je dat in principe gewoon doen. Ook daarbij zijn tips te geven en technieken te leren. Mm-hmm. Maar belangrijk is het gewoon doen, het gewoon ervaren. Ja. Ga dan natuurlijk niet meteen de vierdaagse lopen in Nijmegen. Op die manier ga het wel een beetje langzaam opbouwen. Luister goed naar je lichaam. Voel wat het doet. Als je pijntjes krijgt. Er zijn inmiddels ook genoeg podologen die werken met barefoot techniek. Ja? Je moet ze even weten te vinden. Ja? Ze zijn er. Dus ook in die ook in de zeg maar, medische hoek zijn er steeds meer mensen die begrijpen dat je beter die voeten kunt ontwikkelen dan dat je ze kunt alleen maar gaat beperken. Ja. Maar goed, nogmaals, wandelen dus kun je in principe gewoon doen. Maak het niet te gek. Luister goed naar je lichaam. Mm-hmm. Rennen is wel een ander verhaal, omdat je daarbij een veel hogere belasting hebt. Ja. En dat is echt van belang om het heel erg rustig op te bouwen en de juiste techniek te hanteren. Mm-hmm. En daarvoor is het wel goed om een kleine introductie workshop bijvoorbeeld te doen. Of een cursus in wat meer momenten om te leren hoe je daarmee omgaat. Voor de een gaat het wat sneller, wat makkelijker dan voor de ander. Ja. Ik heb het zelf ook echt moeten leren. Mm-hmm. Toen ik begon waren er nog geen boeken en geen instructeurs. Dus ik heb het een beetje zelf moeten uitvinden. Ja. Wat ik heel logisch vind, wat het misschien nog niet iedereen die het nog nooit heeft gedaan nog niet weet, is dat je met als je gaat rennen op blote voeten of minimalistische schoenen, kun je dus niet op je hakken landen. Ja, en met een gewone schoen word je daar wel toe gedwongen, want dat deel is eigenlijk het dikst. Ja, klopt. Ja. Als je op je hakken landt, dan land je bijna op met een gestrekt been. En dat betekent een hele hoge impact op je hiel. Mm-hmm. Maar ook je knieën bijvoorbeeld en je hele lichaam zo'n beetje. Ja. En dat vang je dan op met die demping die in die dikke Nikes en dergelijke. Ja.
Als je dus op blote voeten loopt, of five fingers of andere minimalistische schoenen, dan heb je die demping niet. Kun je dus echt niet op je hakken gaan landen. Ja. Dat is een grote aanpassing. Maar wat ik zelf gemerkt heb in het begin, is dat ik heel veel op die, te veel op die voorvoet landde. Mm-hmm. Bijna op mijn tenen. Ja. En dat is op zich leuk, want dan maak je optimaal gebruik van alle demping van je eigen lichaam. Mm-hmm. Van je voet, van je Achillespees en noem maar op. Maar ik merkte dat ik daardoor ook heel erg last had van mijn kuiten. Heel veel kuitspierpijn. Ja. En ik kreeg ook zelfs shinsplints. Ik kreeg last van mijn schenen. Mm-hmm. Dat was, vond ik eigenlijk heel vreemd, want als je dat gaat opzoeken, dan wordt er gezegd. Maar als je shinsplints hebt, ga op een natuurlijke manier lopen, dus barefoot style. Ja. Ga gezond eten, zorg dat je ontstekingen vermijdt. Dan denk ik, ja, dat doe ik allemaal. Hoe kan ik nou toch dit soort dingen krijgen? Ja. En uiteindelijk heb ik daarvoor mijn techniek heel iets aangepast door iets meer op de midvoet te landen. Oh. Bijna de hele voet. De midvoet ga ik net iets eerder de rest van de voet. Maak ik nog steeds heel veel gebruik van de dempingsmogelijkheden van mijn eigen lichaam. Ja. Maar zijn die klachten eigenlijk direct verdwenen. Dus een beetje techniek is daarbij wel belangrijk. Ja, En vooral dus heel erg langzaam opbouwen. Dus ga, als je dit gaat doen, als je gewend bent om hard te lopen, als je al kunt hardlopen op gewone schoenen. Mm-hmm. En goh, ik wil het wel eens proberen. Yeah. Ik kan al 10 kilometer, dus laat ik dat ook op die mooie five fingers gaan doen. Dat werkt niet. Ja, dat werkt wel, maar je krijgt enorme klachten. Je kunt echt ook serieus kneuzing of breukjes in je voet krijgen. Mm-hmm. Maar echt beginnen met 100 meter, 200 meter. Maak een schema waarbij je echt één minuutje gaat rennen, een minuutje wandelen. Echt een beetje opnieuw beginnen. Je kunt het wel combineren met gewone schoenen. Dus je kunt rustig een training doen op schoenen en dan op het eind de schoenen uittrekken op de voeten verder gaan. Ja. Let wel even op als je, zoals ik, in schoenen zweetvoeten hebt. Ja. Blote voeten heb je dat niet trouwens, maar als je 10 kilometer gaat lopen op gewone schoenen uh-huh. en je voeten en je huid is helemaal week van vocht en warmte en je gaat dan op je blote voeten verder, is misschien ook niet zo'n goed idee. Oh ja. Want dan is de huid heel, heel zacht. Ja. Als je dan five fingers aantrekt, is dat probleem natuurlijk niet zo aan de orde. Dus dat kan wel, gewoon combineren, op schoenen lopen en dan de laatste paar honderd meter. Ik begin echt met hooguit een paar honderd meter op blote voeten of op five fingers. Ja, oké. Okay. Andersom kan eventueel ook dat je een stukje begint op blote voeten en dan schoenen aantrekt. Ja. Want dat is wel frustrerend voor mensen die al gewend zijn om hard te lopen. Mm-hmm. Die al 10 kilometer of veel meer kunnen. En die dan merken dat ze eigenlijk helemaal opnieuw moeten beginnen. Ja, ja dat is frustrerend. Dat is best lastig. Ja. Ja. Ja, uiteindelijk is het wel even een kwestie van, je doet een stap terug. Maar het niveau waar je op uitkomt, is uiteindelijk als dit je basis is, dan kom je wel weer, nou ja, vaak een stuk hoger uit. Het lopen gaat makkelijker, je hebt minder blessures. Tenminste, dat merk ik zelf. En ja. Wat ik zelf heel opvallend vond, is dat ik sinds ik barefoot schoenen draag, nooit meer blaren heb. Ja. En dan had ik altijd, wat voor schoen ik ook kocht, maar mijn barefoot gewoon echt niet meer. Dat is ja. ook dan een, ja, ja. een voordeel. Ja, dat is absoluut een voordeel. Ook daar geldt, kijk ook op blote voeten en ook wel op five fingers als het moet, kun je ook wel dat soort dingen oplopen. Het heeft allemaal wel te maken met dosering. Eerlijk gezegd wel, vooral als je echt op blote voeten loopt en dan in koude en natte omstandigheden. Yeah. Als het, ik ben wel zo gek die ook gewoon gaat lopen als het vriest, als het nou zo'n beetje 10 graden vriest, als het sneeuw ligt nog wel. Ja, echt op blote voeten? Ja. Ja, oké. Maar als je... Als je op blote voeten gaat rennen en laten we zeggen het vriest zo ongeveer, het is ook nog eens nattig. De situatie heb je ook als er gestrooid is bijvoorbeeld op de weg. Ja. En je hebt er wat ruw asfalt, dat is echt een scenario voor blaren. Dan kun je echt wel bloedblaren oplopen. Ja. Dus je moet wel rekening houden met omstandigheden, met wat je gewend bent. Ik ben het gewend, ik kan in die omstandigheden wel lopen, ik ben dan nog niet zo gewend. Dan moet je daar wel even mee uitkijken. Nee. Maar in het algemeen, ja, als je een beetje niet al te gek doet en de extreme dus niet opzoekt, dan heb je op deze manier geen blaren mm-hmm. en geen blessures of veel minder dan op schoenen. Ja.
En het is ook gewoon simpelweg ontzettend lekker om te doen. Je voelt gewoon alle ondergronden. Of het nou zelfs asfalt is, dus glad asfalt is ontzettend lekker om op te lopen. Betontegels. Het is allemaal lekker. Maar het lekkerste vind ik toch wel in de natuur. In het bos, de hei, zandpaadjes. Zo lekker om al die verschillende ondergronden te voelen. Ja. De modder natuurlijk lekker met je tenen in kraaien. Ja. Ja, ik vond het juist echt heel leuk, want ze zeggen dat als je een lange vlucht hebt gehad, bijvoorbeeld als je vanuit Amerika naar Nederland bent gevlogen, dan heb je meestal een enorme jetlag. Ja. Maar als je dan een half uur op blote voeten in de natuur gaat wandelen, dan aard je en dan pas je bioritme zich aan de tijdzone waarin je op dat moment bent. Ja. En dan is die jetlag veel minder. En dat heb ik uitgeprobeerd en dat was ook echt zo. Dus dan denk ik, ja, dat is ook weer, het is niet alleen maar hoe je lijf beweegt, maar ook het aarde, dat neem je er ook meteen in mee. Ja. Dus dat is wel heel fijn. Heel sterk, het aarde, maar überhaupt alleen al het buiten zijn in het bos, in de natuur, gewoon heel veel voor mensen en zon. En dat zijn allemaal dingen die denk ik heel veel mensen wat te weinig... doen. En het past natuurlijk heel goed bij paleo, ook om in die zin wat meer terug te gaan naar de basis. Het is niet zo dat je na de hele dag alleen maar in het bos hoeft te gaan rondrennen, maar pak die momenten wel regelmatig mee, want dat is echt wel goed voor je. Ja. Ja. Ja, wat kwam er voor jou eigenlijk eerst? Was het voor jou eerst het gezonde eten en daarna het barefoot lopen, of eigenlijk andersom? Toen ik begon met barefoot lopen, toen bestond mijn ontbijt nog gewoon uit kinderreepjes en cappuccino en toen had ik nog bergpasta 's avonds en koekjes en chocola en dat gezonde eten, dat was het toen nog niet. Dat kwam wel laat. Dat kwam 2011 eigenlijk is dat begonnen. Okay. Ja, dus dat is nu ook alweer 6 jaar geleden. Ja. Leuk. Dus dat, en eigenlijk, dat die dingen zijn los van elkaar ontstaan bij mij. Dat zijn dingen waar je toevallig eens wat over leest of over hoort. En dan klinkt het allemaal heel logisch en leuk en lekker en dan ga je het proberen. Ja. Dat vervolgens blijkt dan dat er heel veel connectie is tussen die twee zaken. En dat is wel heel leuk. Ja. Ja. Hey, en er is ook een barefoot evenement, hè? Dat organiseer jij volgens mij ook, onder andere. Ja. En dat is dit jaar op 11 juni, toch? Ja, ja en... 11 juni in Hilversum, in de Dudok Arena. Mm-hmm. Dat is een evenement dat gaat over natuurlijk bewegen. Ja. We hebben de slogan dit jaar, happy feet, happy... moet ik het goed zeggen? Happy feet, happy mind, happy body. Ja. Het hele idee is dat je leert hoe je op een gezonde manier kunt wandelen, rennen, maar ook er worden bijvoorbeeld yoga-workshops gegeven, goed reflexologie, goed verzorging. Van alles op gebied van bewegen. Veel gericht op natuurlijk blote voeten, maar ook sommige dingen hebben misschien niet eens heel veel met voeten te maken, maar wel met lichaamshouding enzovoort. Ja. Leuk. Ja, dus mensen kunnen eigenlijk op het paleo-event kunnen ze een mooie voorproefje krijgen van barefoot lopen. En dan daarna moeten ze vooral door naar het barefoot-event. Ja. Om eigenlijk de fijne kneepjes van het vak te leren. Nou ja, op het paleo-event draait het natuurlijk om paleo. En daar zullen ook wat barefoot zaken voorbij zien komen. Mm-hmm. Dus ook een workshop barefoot running. Ja. En op het barefoot evenement is het eigenlijk andersom. Dat draait om het barefoot gebeuren. Niet alleen letterlijk blote voeten, maar daar kun je ook van alles vinden over minimalistische schoenen. Die worden daar gekocht. En daar is er dan een klein aandeel paleo in, want we doen een paleo workshop ook. Leuk. En jouw boeken zullen verkocht worden. Dus, Dat betreft. Dus het is een mooie combinatie. Zo, het ene event heeft paleo als hoofdmotor, het andere. Barefoot gebeuren. Ja, aan, inderdaad. Ja. En waar kunnen mensen meer informatie over jou vinden, wat je doet, als ze hier meer over willen lezen?
Nou, we hebben de site van het Barefoot evenement. Daar wordt op dit moment aan gewerkt. Die is zeer binnenkort gaat die live voor het komende jaar. Dus de ticketverkoop zal in principe volgende week starten. Mm-hmm. Dat is barefootevenement.nl. Ja. Voor betreft mijzelf, mijn winkel kun je straks vinden op barefootandmore.nl. Ja. Ik zat nu nog niet online, er wordt al gewerkt. Mm-hmm. En daar gaat ook wat informatie over mijzelf komen. Okay. Blog, mijn avontuur, zou ik maar zeggen. Leuk, ja. En jullie gaan in maart ga je open, toch? We gaan in maart open. We doen het samen, ik en mijn vriendin Esther. Ja. In maart gaan we open. En de verwachting in de loop van maart. We hebben nog geen precieze datum. Dat. Nou, hartstikke leuk. Hey, dankjewel. En ik zie je heel graag op het Paleo-event, in ieder geval. Ja, dankjewel. Ja, tot dan. Oké, tot dan.